En hallo mensen, we zijn weer bij Just Jump, deel 3. Waarom weer een Just Jump? Nou, ik probeerde Skygrid te doen, maar degene waar ik mee doe, ik kon niet bereiken, dus dan, ik moest anders in de Let's Play. Ik weet niet, in mijn gevoel had ik er even echt geen zin in, dus gaan we maar gewoon weer verder met Just Jump. Niet zomaar van, oh ja, dan doe dat maar. Ik heb wel geprobeerd Survival Games, alleen er waren maar 3 mensen. Nee, maar niet wel zomaar, maar ik, dit is toch een heel, dit wordt een heel lange serie. Dus kun je net zo goed veel doen. In ieder geval, deze parcours, daar was ik dus bang voor. Ik ben bang dat ik hier heel hard op ga falen. Ook al heb ik net weer geoefend. En de eerste lukte me meteen, maar zoals je al kunt zien, ben ik weer heel hard aan het falen. En ik ging gewoon weer door de deur. Waarom weet niemand? Zelfs ik niet. Dus niet vragen waarom ga je door de deur. Niemand weet het. En als je me wilt trollen, moet je het wel vragen natuurlijk. Ik heb toch maar weer reactie erbij. Nee, zo gaat dat niet. Oké, deze, ja, dit is onze checkpoint. Want het is zeg maar per muur is een nieuwe checkpoint voor mij. Ik kan met typen, kan ik wel mijn dingen daarin inzetten. Maar dat, ja, dan zou de type heel slom gaan, dus we zweven er gewoon heen. Verder is het in mijn sprongen, heb ik helemaal geen, heb ik helemaal geen vlieg gebruikt. Ik ben best hard op mijn keyboard aan het mappen. Waarom weet ik ook al niet, dus dat is ook al zoiets van, dat weet niemand. Ik kijk al even hoor. Oh, helemaal naar beneden. Ja! Oké. De moeilijkste sprong in tijden! Ja, ik heb hem. 16 bent. Ik heb eigenlijk nog nooit zulke sprongen gedaan. Maar ik weet wel dat je hevig moet gaan draaien. Hey, ja. Het is. Oh mijn god! En we kunnen weer. Het is de. Ja, weer terug hier naartoe. Ik moet meer weer shift gaan gebruiken. Ook had ik zoiets van, nee, dat vermindert mijn snelheid. Anders kom ik, oh, anders kom ik niet verder. Dan wat we nu al doen. Ai, ai, ai. Oké. Yeah! Nou, het gaat goed, de parcours. Spires. Dus we mogen nou spires doen. Deze video wordt trouwens 20 minuten. Hij duurt nou nog 16 en 5, 16 minuten 50. Dus dat is wel heel fijn. Want ik heb nou heel lang de tijd, maar 2 video's van een kwartier gaat net niet lukken. Want met in elkaar zetten en uploaden en zo. Dan gaat er allemaal weer net, juist. Wow, ik land hierop. Dat gaat juist dan weer net niet lukken. Dus dan doen we maar gewoon een video die wel langer is. Oh mijn god. Even kijken, waar was ik? Hier toch? Bent, hè? Bent. Nee, Spires was het, ja. En nu ik opeens zei het gaat goed, gaat het heel slecht. Maar het gaat ons lukken. We slaan onszelf er doorheen. Daar kon ik mezelf nog net redden. Ze leken nooit moeilijk, zulke sprongen, maar. Oh, als je ze zo wat doet met. Oh, deze kamp ik heel slecht in. Oké, dit is concentratie met ze. Ik faal dan bijna daar. Hoe lang moeten we nog? Oh, precies. Daar zeg ik maar op de andere kant. Maar ik ben bang dat. Oh, la la la. Niemand gezien.
Het is alweer terug. Q. En weg. Eindelijk. Dan zou ik helemaal terug hierheen mogen. Oh, nice view. Maar ik heb hem klein staan. Maar ja, als ik mijn laptop heb, staat hij gewoon far. Ik kan hem de hele tijd gewoon lekker voor ons uitkijken. Ja, ik ben meer bezig met concentreren eigenlijk. Oh, ik snap hem. Ik snap hem. Nostalgie. Ik zat te denken. Nostalgie. Voor degenen die wat jonger zijn en dus eigenlijk Minecraft hiervoor nog niet echt veel over weten. Hiervoor kon je nog niet eens sprinten. Dus dit waren de verste sprongen die ik kon doen. Of een twee sprong, dat wist ik niet. Dat weet ik allemaal niet. Maar dat waren dus de verste sprongen die ik kon doen, hè. Dat kun je toch gewoon niet meer herinneren. Ja, ik kan me niks meer voorstellen. Niet nodig. Die wel ring, dus we gaan rond. Oh, en daar faal ik. Ik weet zeker, als ik niet met dat vliegen terug zou doen, dan zou ik nou nog op stage 14 zitten. En we zijn nou bij stage 19. Oké, dit is echt van hoekje naar hoekje. Hoeft niet per se van hoekje naar hoekje, maar dan weet je wel zeker dat je hebt. Ik ben pro hard aan het gamen. Het liefst wat ik doe is gamen. Gewoon je gedachten uit je hoofd zetten en springen. Tackelen. Sliden. En schoppen. Nou, eigenlijk het liefst wat ik doe is denk ik gewoon voetbal. Ik hou van voetbal. Oh, je hebt hier techniek voor nodig. Oh, nee. Dat moest hem niet aandoen. Misschien al na een paar keer proberen als we dan niet... Oké, dit gaat me niet lukken. Waarschijnlijk is dan wel zo'n speciaal techniek voor... Waardoor het je moet gaan lukken, maar zulke fans parcours lukt me niet. En in de RC3T, dat is nou ook weer een goede reden waarom ik het niet doe. Zit juist een hele grote raket vol dat. Dus dan weet je dat ik dat nooit zou kunnen halen. Alleen maar meer redenen waarom ik SC3T niet moet doen. Ook is het wel een goede map hoor. Het is gewoon een keigave map. Alleen dat is voor de... Oh, ik jump erover. Hop, jump. Oh, dat was mooi. Hoeven niet te zijn. Ja, oké. Wow, ik heb even jeuk. Gewoon aan mijn hoofd. Niet allemaal door gaan denken. En yep. Ik heb twee cd's en een torch. Die ik allemaal niet hoef. Wow, dat was wel. Dat bedoel ik nou met shift. Sprong vermindert er heel erg door. Oh my god. Dat is weer een long jump. Oh my god. Hup. En hup. Hup. Oh my god. Oké, rage, alles. Ja, oké. Oh my god. Hey, dat was mijn sprint die me faalde. Dat is vies. Hey, weer mijn sprint. Ik zweer, het is echt mijn sprint. Ja, hey, wat doet mijn sprint niks? Ik vind dat niet aardig. Even. Oké, ja. Oh, hey, zo sprint ik dus. Oké, ik weet hoe ik moet sprinten. Oké, die faalde die niet. Dus nou moeten we wel weer opnieuw hier. Stage 21. Volgens mij wordt per 10 echt veel moeilijker. Rage. Ik hou mijn rage in. Want anders wordt dit een video die heel snel eraf wordt gehaald. Want ik mag niet rage. Ik mag niet schelden op YouTube. Oh. We hebben weer last van mijn nek. Ik heb last van mijn nek. Maar dat komt echt door microfoon. Nou moest je dat 4 keer per dag doen. Heel kwartier. Och. Mijn nek. Ik ga het uitproberen. Sorry mensen als het nou iets slechter gaat. Maar ik heb het gevoel ik moet proberen. Je zult me zo weer horen. Even wachten. Waarschijnlijk hoor je me nou een beetje wel verder.
Ik denk zo dat het wel fijner is. Voor mij, ik zal straks het geluid ook even kijken. Na al die jaren kom ik misschien met een goede oplossing. Nou, die krijgen we er ook bij. En als het niet goed gaat, dan moet ik hem maar doen. Ja, dat gaat me nooit lukken. Hup, hier, hup, we zijn er. Ik ga reetje. Nee. Reetje. Oh, en we hebben het gehaald. Wow, kijk hoe goed ik dat doe. En de laatste beast mode dan maar even. Dus ik hoop dat dit beter is voor jullie. Ik heb mijn gezicht er zo dicht mogelijk bij gezet. Maar ik weet niet, ja, of dat helpt. Dus ik zal ook proberen wat harder te praten. Kijk, de wall lukt me meestal wel. Wat staat er? In case you didn't get it, less than 3. Oké, die snapte ik niet. Dit bedoel ik, dat ze precies hetzelfde. Up, hier, ik sta erop. Dat was ook een beetje vlieg. Ja, we hebben hem. Ik sloop gewoon alle signs. Ik weet niet waarom. Oh, triple towers. Oh, deze moet ik even pakken. Ja, hij staat wel voor mijn toetsbord, dus toggle down. All. Oké. Ja, hij doet triple towers. Moet ik daar nog? Of waarschijnlijk hier, anders zou ik. Ja, yep, here you go. Hij probeert mij te trollen. Ik troll hem heel hard terug. Ik probeer het een beetje leuker te maken. Oké, ja, wat gaan we nou doen? Hoe? Oh, nou, dat faalde. Maar hey! Oh, ik lees de signs misschien iets te weinig. Oh, ik dacht speed dat ik moest gaan. Het is een bacon. Oh, bakken of zo, ja. Beacon. Ja, beacon was het. Weet je? CD's. Nee, dat doen we maar niet. We hebben nog 7 minuten. Ja, 20 minuten zijn precies goed, denk ik. Wat staat er? Dit is weer een long jump. Maar long jump. Ik haalde hem aan. Oh, ik ben zo onzeker over mezelf. Nou, oh, ja, oké. Okay. Oké. Sorry voor degene die de map heeft gebouwd. Dat was een rage. Waarschijnlijk zag je dat ook wel. Uphill! Bladeren mag toch altijd slopen? Of heb ik dat nou? Ja, uphill en dan wat? Oh. Ja, oké. En dan dat. Ik snap het. En dan dat. Hey, ik hield de shift, dat is vies. Jij bent altijd wel eerlijk hoor, als ik shift inhoud. Niet dat je. En dit is weer zo'n opgehemelde ladder. Hey! Rage! Oh, ik, waarschijnlijk gaat dit niet werken met wat ik nou doe met mijn microfoon. Wat ik ermee doe. Nee, ik doe niks vies mee. Moet dan niet. En dan denk ik, oh my god! Rage. Ja, zo gaat het waarschijnlijk heten. Rage. Gewoon.
pure ouderwetse nostalgie. Aha. Nee, nostalgische rage. Ja, zoiets. Oh, go around me. Oh, ja. Nee. Trapdoors, Oh, als je zit kun je dit niet. Dan kun je wel je golden apple laten. Golden apple laten dansen. Terwijl je ze laat dansen, gaan ze ook weg. Oké. Dit parcours vind ik wel leuk. What? Hoe wil je die ooit halen? Dat je die kan halen. Ik snap het. Aha, ik heb hem door. Oh ja, hop, jump. Hey! Ja, grote platformen zijn onze... Hoe heet dat? Onze checkpoints. Ik vergeet dat de microfoon. Waarschijnlijk is dit geen slimmer idee. Sorry als je dan je geluid wat slechter is deze aflevering. Ik kan er niet veel aan doen. Oké, dat deed ik per ongeluk. Ik sloop daar. Oké, ja. Ja, die hebben we. Oké. We hebben nog 3 minuten. Oh, die stage 28 had ik niet. Ik zie nou precies het parcours, maar het is geen... What? Oké. Ja, nee, oké. Ik haat het als je shift dat je dan niks kan doen. Ik ben er niet blij mee. Wow, ik viel daar bijna. Oké. Ja, ik heb een beetje onder controle, hè. Ik heb een beetje... Oh, ja, oké. Die staat al uit. Hup. En hup. Oh, beast mode. En ik viel bijna op de laatste. Hait. Oké, we zijn al steeds 29. Ja, als ik heel tijd van zulke video's ga uploaden, dan komen we snel... Oh, vind ik eng. Oké, dat was best eng. Gelukkig hoef ik niet op deze ladder. Oké, ik heb. Een sprint faalde en dat betekent dit blokje. Ik laat echt niet mijn keyboard het probleem zijn van mijn dingen. Ik moet een leuke video maken en een beetje zeg maar door. Oh mijn god, ik kon mezelf nog net redden. Ik begin aan paniek te raken en dan raak ik elke knop aan en dan ben ik zomaar opeens een heel mooi sprong hierheen gemaakt, ja. Roundabout. Roundabout. Sprint faalde. Roundabout. Ik vind dat wel leuk, gewoon naar beneden springen. Ik hoop dat de volgende keer weer Skygrid kunnen doen, want... Ja, ik weet niet, normaal spraken we elke dag op Skype en nou... Oh, nee. Dat is wie sprintverhaalde. Ik weet niet, als je dubbelklik spart, je zou toch moeten sprinten. Oh ja, ik vergeet dat er dit. Nou, niet de hele tijd eigenlijk. Mag ik mezelf niet laten schamen. Hoppa! En dit is dan weer een perfect moment om af te sluiten. We zijn net bij gewoon hout. Heel lelijk hout. Oh ja, dans de appel om te eindigen. Klop, dans de appel om te eindigen. Dit kan dan weer niet. Maar dit wel.
appel, dat is mijn glowstone. Oké, ja, dan misschien als het geluid... Oh, ja, rust. Oké, als het geluid slechter was, dan spijt me. Als het geluid beter was, dan applaudisseer me. Ja, geef maar gewoon een like. En bedankt voor het kijken. En dan eindigen we met... Houdoe.